Rivievrienden, ja, jullie weten waarschijnlijk al wat eronder zit, omdat Ahmed vorige keer niet iets had opgestuurd, maar die bieren, jongens. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft Ahmed niet opgestuurd? Inderdaad, al die bieren van vorige keer. En een alcoholmeter. Enfin, we hebben dus Nieuw-Zeelands bier, Japans bier, Amerikaans bier en een Belgisch bier. Ik ben er nog steeds aan het opdrinken. Ik doe mijn best. Maar de vraag is natuurlijk, hoeveel alcohol zit er nu in mijn bloed? Of in mijn adem, want dat is eigenlijk een ademtester. 0,5% mag je hebben in Nederland. Dat betekent eigenlijk dat je een glas of twee bier mag drinken. Nou, het punt is natuurlijk, ik heb meer dan twee glazen bier bij elkaar opgedronken, omdat ik al meerdere keren heb ingeschonken. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb hiervoor ook al een biertje gedronken. We gaan dus wel even testen in hoeverre ik nog mag rijden. Nou, dat bier uit Amerika drink ik niet, want dat is niet echt heel lekker. Ik blijf wel nog heel eventjes doordrinken. Voordat ik dus die alcoholtesten ga doen. Nou, ik pak hem even lekker uit. Dit is hem. Je kan hem bestellen in de beschrijving hieronder. Overigens dat bier ook. Ik ben al dusdanig beneveld dat het me niet helemaal lukt om dat pakje goed uit te pakken. Maar zonder drank lukt het me meestal ook niet. Ach kijk. Dat is leuk. De tester. Met mondfluit. De batterij in. Niet geheel toevallig heb ik die klaar liggen. God, wat is er? Oh, dit is alweer kapot. Dan gaat het weer goed. Ik zou bijna zeggen dat ik al te veel heb gedronken voor de alcoholtester in elkaar te zitten. Maar dat is niet het geval. Hij slaat al op hol, alleen al van mijn adem in de buurt. Doe even rustig, joh. We doen er even een test erop. Ik neem nog één even slokje van mijn iets te veel alcoholhoudende. Ik ben net 0.000 getest op groen. Ik neem nog één slokje van mijn bananendrank. Nou, ik neem ook nog wel eens. Ja, of. Hij gaat er weer uit. IPA. Ik neem nog wel een slokje van IPA. Laten we de eerste test gaan doen. We zetten hem aan. Hij telt af naar 0. En dan moet ik erin blazen. Ja, god. Ik heb natuurlijk geen gebruiksaanwijzing gelezen, want dat vind ik altijd niet nodig. Hoe lang zou je moeten blazen? Even kijken hoor. Thank you. Hop. We zien het wel. Oh, ik zit al op 0,94. Dat betekent dat ik al twee keer niet mag rijden. Ik heb nu al 0,94, joh. Wat heb ik nou eigenlijk gedronken? Ik drink nog in één keer de IPA op. En dan gaan we het weer een keer proberen. Ik had 0,94 net. We wachten even tot die op 0 staat. Ik heb. Best wel veel bier op nu. Van Doos en Proost.nl. Maar we gaan nu eens even testen. Dat gaat niet goed. We gaan weer mijn alcoholpercentage testen. Hij gaat bijna op 0. En dan gaan we weer blazen.
Waarom piept dat ding zoveel? Hoe mag dat, Winter? Ik snap er geen ene reet van. Nummer 46. Ik heb meer gedronken, maar het percentage is minder. Dat is raar. Nu moet ik godverdikke die Japanse meuk nog opzuipen. Blow. Ik snap er geen reden van. Het wordt steeds minder. Ik snap er geen reden van. Hoe meer ik drink, hoe minder het wordt. De alcoholmeter... die krijgt van mij een 2. Waardeloos ding.